Plink, goedemiddag. Dag Henk, goedemiddag. Je presentatie gehoord, indrukwekkend. Dan ben je minister geweest en je werkt nu bij Boes. Wat was nou je belangrijkste motivatie om deze rapportage op te bouwen? Nou, in de periode dat ik minister was, hebben we gelukkig, mede met name op aangeven van het veld zelf, hebben we behoorlijk slagen kunnen maken. De ketenzorg is in het leven geroepen. We zijn gebundeld gaan betalen, geïntegreerd gaan betalen. Dat heeft tot allerlei impulsen voor zorggroepen en dergelijke geleid. En dat werd enorm aangejaagd door de Diabetes Federatie en door de patiëntenvereniging. En dit ligt naadloos in het verlengde daarvan. Dus in die zin was ik blij dat ik daaraan opnieuw kon verkennen van welke prikkels in ons stelsel staan in feite nog verkeerd. Of zouden we nog kunnen gebruiken om een nog grotere impuls te geven. In dat kader kun je dan zeggen dat diabetes een soort voorbeeldfunctie heeft met betrekking tot het emanciperen van zo'n onderwerp? Nou, wat je wel kan zeggen, dat ik zit nu in de Raad van Toezicht van POOS op onder andere. Dat de diabeteszorg vaak inderdaad voorbeeldig is voor het opzetten van soortgelijke ketens bij hartfalen, bij COPD en anderszins. Ja, diabetes, en nogmaals mede dankzij de artsen en de patiënten, daar is het meest aan gesleurd en getrokken de afgelopen jaren. Ja. Zeg, je hebt een belangrijk pleidooi gehouden voor de anderhalve lijnzorg. Daar hoort natuurlijk flankerend politiek beleid bij, die dat ook mogelijk maakt. Die ook lonend maakt om goedkope zorg niet duur te laten plaatsvinden in het ziekenhuis. Wat zijn nou de interventies die je daar echt zou moeten plegen? Nou, ik denk dat met name verzekeraars ook aan bod zijn. Die kunnen op zichzelf die zorg op die manier inkopen. Het kan er ook toe leiden dat op het moment dat dan complicaties minder worden en de kosten ook minder worden, dat een deel van dat geld teruggaat naar de initiatiefnemers. Dan krijg je toch een vliegwieleffect van verbetering en innovatie. En ik vind dat de overheid daar in ieder geval niet in de weg moet staan. Sowieso niet door het bekostigingsstelsel. En als het even kan, het in het eigen bekostigingsstelsel moet integreren. Okay. Namelijk dat je zo betaalt, dat je kwaliteit, dat lonend wordt. En niet alleen volume en behandelingen. Maar nu hebben we integrale diabeteszorg. Dat is duidelijk en dat is ook een groot goed in dit land. Maar zorgverzekeraars die contracteren farmacie apart, huisartsenzorg apart, ziekenhuiszorg apart. Zou dat dan ook niet gewoon integraal ontschot moeten worden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je netwerken moet gaan betalen. En moet kijken wat ieders relatieve bijdrage aan de verbetering van de zorg is. En daarop moet investeren. Maar dat betekent ook dat als er minder complicaties zijn, dat dan inderdaad het volume in de tweede lijn wel iets terug moet. Maar dat is niet erg, want met het geld dat je uitspaart kun je de specialisten die er aan meedoen en kun je de huisartsen en de apothekers en dergelijke misschien een extra zetje geven. Oké, dank voor je reactie. Dank.